Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza van 15 september. Er trekken vandaag diverse buien over het land en daarbij is ook kans op een enkele klap onweer. Ook waait het stevig langs de kust en er komen windstoten voor tot zo'n 80 km per uur. In de loop van de avond neemt de buienactiviteit af en gaat ook de wind afnemen. Op de weerkaart zien we nog steeds lage drukgebieden die ons weer bepalen. Er ligt een lage drukgebied boven Groot-Brittannië. En een tweede lage drukgebied komt vanuit de Golf van Biscayen binnenschuiven. En dat lage drukgebied dat trekt naar de Noordzee. En komt dan uiteindelijk ten zuiden van Noorwegen terecht. Bij dat lage drukgebied is een storing aanwezig. En die zorgt voor regen morgen overdag. En uiteindelijk passeert er dan ook een koufront in de loop van de middag en avond en dan kan er plaatselijk stevig onweer gaan voorkomen. Achter het lage drukgebied gaat het overigens flink waaien. Morgenavond trekt de wind dus stevig aan. Vanavond neemt de wind juist wat af. Die is eerst nog vrij krachtig tot hard uit het zuidwesten, maar wordt uiteindelijk meest matig. Er vallen nog een aantal buien, maar de buien die verdwijnen. Vannacht is het dan tijdelijk wat droger, want in de loop van de nacht komt het regengebied vanuit het zuiden opzetten. De temperatuur die daalt naar zo'n 10 tot 11 graden en de wind die draait naar het zuiden en later naar het zuidoosten. Morgenochtend, ook periode met regen, in het noorden en westen van het land kan het tijdelijk wat droger zijn. Maar in de middag regent het toch overal. En zoals gezegd, later in de middag vanuit het zuidwesten ook onweer. Het kan even stevig tekeer gaan tijdens die onweersbuien en ook zijn de windstoten mogelijk met 80 tot 85 kilometer per uur. Als het onweer voorbij is en naar het noorden trekt, dan klaart het vanuit het zuidwesten op en draait de wind ook naar het zuidwesten en die gaat dan stevig waaien. In de nacht waait het dan ook stevig door. Kan de wind zelfs even stormachtig worden rond het warregebied. Op donderdag vallen er ook nog een aantal buien. Eerst staat er nog veel wind, maar die wind neemt wel geleidelijk aan af. De temperatuur ligt rond de 17 of 18 graden. En op vrijdag kan het zelfs nog wat warmer worden. In het oosten van het land is het dan toch wel mogelijk dat het een graad of 19 gaat worden. Op zaterdag temperaturen rond de 16, 17 graden. Ook dan valt er nog wel een enkele bui. Op zondag blijft het waarschijnlijk op de meeste plaatsen droog. En dan ziet het er volgende week allemaal iets rustiger uit. Er blijft nog wel kans op een bui, maar het zijn niet veel buien meer. De temperatuur die ligt over het algemeen zo rond de 18 graden. En dat is vrij normaal voor deze tijd van het jaar. Mijn naam is Remo Klaassen voor Weerplaza.